De vorige keer hebben we de basistheorie voor het redeneren over recursieve programma's bekeken. We hebben onze taal uitgebreid met recursie, zonder parameters. En deze keer gaan we kijken naar hoe we een bepaald recursief programma, namelijk dat van binary search, correct kunnen bewijzen. Hier zien we een eenvoudige codering van dat algoritme. Maar eerst voordat we in de details van deze codering duiken, wat is het idee? We hebben dus een array, een eendimensionaal array. En dan willen we op zoek gaan naar een element in dat array. Nou, dat kun je heel simpel lineair doen. Je begint met, stel dat dat array loopt van 0 tot en met n. Nou, dan kun je kijken of je in het nulde vakje zit, in het eerste, tweede, etc. Nou, dat is in het algemeen niet handig. Want als dat ding natuurlijk ergens in het midden of aan het eind zit, dan moet je door die hele rij heen om hem te vinden. In het algemeen, een slimmere algoritme is als volgt. Je neemt de array en je hakt hem in tweeën en dan kijk je of hij ofwel links ofwel rechts zit. Maar dat wordt vergemakkelijkt door nog een aanname, namelijk dat de array gesorteerd is. Anders gaat het niet werken. Dat had ik eigenlijk beter direct kunnen zeggen. We gaan kijken naar het probleem van het zoeken naar een element in een gesorteerde array. En daarbij helpt dus echt wezenlijk dat de array gesorteerd is. Want ja, hoe kun je dan bepalen of hier in de linker dan wel de rechterhelft zit? Dan volstaat het om zeg maar, naar het midden te kijken. Het element wat op het midden zit van die array. En dan kijk je of dat element waar je op zoek naar bent, of dat op het midden staat of niet. Ofwel rechts ofwel links. Hè? Dus drie mogelijkheden. Ofwel hij staat op het midden, oké, dan heb je hem gevonden. Ofwel hij is groter dan het midden, dan zit hij in het rechter gedeelte. Ofwel hij is kleiner dan het midden, dan zit hij in het linker gedeelte. En dan vervolgens, als je weet bijvoorbeeld dat hij in het rechter gedeelte zit, nou, dan neem je dat rechter gedeelte en dan haak je dat weer door midden, et cetera. Nou, dat hebben we hier gecodeerd. We hebben f-accent en l-accent, dat zijn zeg maar begin en de eindwaarde. Of de initiële waarden geven aan dat segment van de array waar je op zoek gaat naar dat element. Want je ziet die f-accent, die l-accent, dus die de begin en de eind, dat verandert voortdurend. Want volgens het algoritme wordt het schuift ofwel first op, dan wel last op als je het doormiddag. Dus wat we dan iedere keer doen is, we nemen het midden. Oké, soms is de som van die twee oneven, dus dan nemen we de div. Niet gewoon delen door 2, maar het maximaal aantal malen dat 2 in het getal gaat. Als dit 9 is, dat 2, dan nemen we 4. Dus dat is, we nemen dan het midden. En we checken dan of f-accent ongelijk is aan l-accent. Als f-accent gelijk is aan l-accent, dan kappen we ermee. En dan zal het ongeveer wel moeten zijn dat we hem dan niet gevonden hebben. Maar dat gaan we zo meteen nader bekijken in de specificatie. Maar in principe is dat het idee dat als je niet deze if, niet de den-tak ingaat, dan heb je hem niet gevonden. Want dan kun je ook niet meer doormidden hakken, hè? Want dan ben je helemaal aan het, heb je nog maar één punt over. Als f-accent ongelijk is aan l-accent, dan kijk je dus naar de drie mogelijkheden, zoals ik al zei. Ofwel, v ligt rechts van het midden. Nou, dan schuif je de beginding op naar het midden plus 1. Want je weet dat dat m-element dat is dan ongelijk aan v, dus dan kan je 1 opschuiven. Ofwel, hij ligt links van m. En dan schuif je het laatste element, l-accent, schuif je op naar het midden. Ofwel, je hebt de mogelijkheid dat m gelijk is aan v. Wat gebeurt er dan? Dan stopt hij. Ja. Hier. En wat ga je dan doen? Ja, dan termineer je dus. Nou, want je ziet hier, je gaat dus alleen de recursie in deze twee gevallen.
Ja. Dus als A, in het derde geval, als AM gelijk is aan V, dan termineert hij. Dus je hebt eigenlijk twee terminatiecondities. Hè. Ofwel je hebt hem gevonden, hè, dus je gaat hier naar binnen en je hebt hem gevonden, dus je gaat niet de recursie in. Ofwel je gaat niet de recursie in omdat F-accent gelijk is aan L-accent. En we zien hier een vorm van teelrecursie, dus dat is op zich een simpele vorm van recursie. Dat wil zeggen, eigenlijk zou je hem ook makkelijk, dat is misschien nog de vraag, maar je kunt hem ook natuurlijk omzetten in een while-programma. Zo while-statement en teelrecursie, dat is bijna 1 op 1. Maar hier willen we het redeneren over recursieve programma's illustreren, dus vandaar dat we daar deze recursieve versie krijgen. Kijken. Dat is het intuïtieve idee van dit programmaatje. Dus nou is de vraag, hoe specificeren we dat? Wat ik al zei, de aanname is dat de array gesorteerd is. Voor het correct functioneren van deze code moeten we aannemen dat de A gesorteerd is. Hoe we dat precies uitschrijven, dat zal ik zo geven, maar dat hebben we ook al eerder besproken. Maar daar heb ik even deze afkorting voor geïntroduceerd. En verder willen we natuurlijk in de postconditie iets zeggen over het te zoeken element. Dat staat in V. We hebben hier dus een variabele V. En we hebben geen parameters, dus we geven het te zoeken element niet door als een parameter. Nee, we nemen gewoon aan dat dat opgeslagen is in een variabele V. En aangezien dus F-accent en L-accent aangepast worden door het programma, en we willen iets aan het eind zeggen van of V in het initiële gedeelte zat of niet, hebben we dus nodig dat we de initiële waarde van F-accent bevriezen. Dat is nou hopelijk al een vertrouwd verschijnsel van de introductie van logische variabelen. En dat zijn dus de variabelen hier, f en l. Nou, dus f staat voor de initiële waarde van f-accent en l-accent staat en l voor de initiële waarde van l-accent. En aangezien f en l niet in mijn programma voorkomen, veranderen ze niet. En verder nemen we ook nog mee. Ja, waarom? Dat moet zo meteen nog blijken, maar dat is wel evident. En, dat zou je eigenlijk nog moeten of dit nou echt wel nodig is. Maar we nemen mee dat F-accent kleiner of gelijk aan L-accent is. Nou, nu is het wat minder triviaal. Is hoe drukken we nou uit dat in de postconditie of V in het oorspronkelijke segment, bepaald door F en L, zit dan wel niet. Nou, even puzzelen kunnen we dat heel mooi uitdrukken door middel van deze implicatie. Dat komt nu een beetje uit de lucht vallen, maar dat is inderdaad een beetje puzzelen. Je kunt daar op verschillende manieren tegenaan kijken. En de ene manier is handiger en slimmer dan de andere. Maar dit is, vind ik zelf, nog een charmante, korte manier om dat uit te drukken. Wat zeg je namelijk? Je zegt hier, die V die zit in dat initiële segment. Of als hij in het initiële segment zit, dan staat hij op de M-de plaats. Daarmee heb je ook met contrapositie dat als V aan het eind niet op die M-de plaats staat, dan zit hij er niet in. Dus een signaal of V in mijn oorspronkelijke segment is de test of V gelijk is aan AM. Ja, dat is hier, zo je wilt het slimme trucje hiervan. Dus nogmaals, als V, dit is een implicatie, als V in het initiële segment zit, dan staat hij op dat n-de element. En met contrapositie betekent dit, als hij daar niet op staat, dan zit hij er ook niet in. Dus nogmaals, de test of V aan het eind op de m-de locatie zit, dat is ook een signaal voor of hij er aanvankelijk in zat of niet. Nou, en verder nemen we natuurlijk mee dan
We moeten dan wel weten waar M zit. Hier, dit zegt nog niks over waar die M zit. Die M die zou weet ik veel waar kunnen zitten. Dan geeft dit geen informatie over dat initiële segment. Dus we moeten ook weten dat M daartussen zit. Want als we dat niet weten, ja, dan weten we ook niet... ja, klopt dat wel? Ja, want als V ongelijk is aan AM en M ligt ergens helemaal naar buiten, ja, dan kunnen we dus niet concluderen dat V er niet in zit. Dus dat, dat is onze postconditie. En nou, daar moeten we mee doen. Maar we moeten dus even wel goed bedenken, inderdaad. Het is nog niet zo evident om inderdaad dat te specificeren. Hoe je dat specificeert, dat na afloop V in dat segment zit of niet. Trouwens, een vraag, Frank. Ja. Mag V meerdere keren voorkomen in A? Ja. En dat kan. Dan specificeren we in deze postconditie niet welke. Nee. M. Het is niet noodzakelijk de kleinste M die we krijgen. Nee, sterker nog, we zeggen dus niks over M. Ja, Je ziet dus niet bijvoorbeeld die M, de waarde van M, wordt dus bepaald door hoe vaak je die RE in midden hebt gesplitst. Daar is de waarde van M op gebaseerd. Maar daar abstraheren we van. Ja. Maar in het algemeen is A gesorteerd. Even kijken of ik die formule heb. Ja, dat gesorteerd, dat zegt dit. Hè? Dus voor elke n geldt dat de waarde van a op de n-de plaats is kleiner of gelijk. Dus je kunt ook een stel waardes achter elkaar hebben. Hè? Dus een waarde k kan op verschillende plaatsen zitten. Moet natuurlijk wel aan elkaar zijn. Hè? Kan niet op één plaats zitten, dan een andere waarde, dan nog een keer. Dat kan niet. Maar je kan dus, die waarde v kan meerdere keren achter elkaar voorkomen. En of je dan de eerste neemt of de laatste. Nou ja, dat hangt een beetje in het midden. Of ergens in het midden. Dan hangt natuurlijk af waar dat segment precies zit. Maar daar abstraheren we inderdaad van. En hier gebruik ik deze assertie als een afkorting voor deze assertie. Dus v zit in dat segment. Dat betekent er is een waarde van n die in dit interval zit. Dus groter of gelijk aan f en kleiner of gelijk aan l en v is gelijk aan a. Nou, hiermee, dit lijkt ons een correcte specificatie die precies uitdrukt wat het programma binnen Search doet. Dus nu is de vraag, hoe kunnen we dat afleiden? En dan moeten we terugkomen op hoe we dat in het algemeen doen. We moeten nou laten zien dat de body aan deze specificatie voldoet, aannemende dat die binnenste recursieve aanroepen zelf aan deze specificatie voldoet. Dat was het idee. Dus in principe moeten we gewoon kijken of de body aan deze specificatie voldoet. Nou, dan zou je in het begin denken van, nou ja, oké, ik neem hier dus de preconditie, ik heb hier de postconditie. En dan probeer ik maar een annotatie van mijn programma te construeren, zodanig dat het past en gebruikmakende van deze pre-postconditie specificatie voor die binnenste calls. Maar ja, dat zie je al heel snel, dat gaat natuurlijk niet lukken. Want hier is f gelijk aan f-accent, hier ga je f-accent veranderen. Nou, wat je weet hier over die bin-search is precies hetzelfde als wat je weet over die body. Ja, maar je hebt die m hier veranderd, dus er zal nooit hier gelden f is f-accent. En idem hier. Dus dat gaat al niet op. Dus nou is de vraag, hoe passen we dat aan? We kunnen eigenlijk zeggen dat deze aanname is te sterk. Dus een manier is om deze, in ieder geval deze preconditie af te zwakken. Nou, dan moet je er wel even over nadenken. Hoe zwak je dat af? Nou, het is geen rocket science. Ik denk dat het niet zo moeilijk in te zien is dat een manier om het af te zwakken is.
te stellen van, nou ja, f is niet gelijk aan f-accent, maar wat wel voortdurend geldt is natuurlijk dat f kleiner of gelijk aan f-accent is. En tevens dat l-accent kleiner of gelijk aan l is. Ja? Dus dat is hier in de precondities, dat is sterk, maar dat kunnen we best vervangen door kleiner of gelijk. Dus dat is wat we in tweede instantie doen. We verzwakken dus die preconditie. En in plaats van dat we dus dit gaan bewijzen, gaan we dit bewijzen. Ja, dat deze pre- en postconditie over de body van de loop, van de recursieve definitie van binnensoort geldt, aannemende dat die binnenste aanroepen daaraan voldoen. Ja, je kunt dan wel mooi de boel verzwakken, maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat je die oorspronkelijke specificatie kunt afleiden. Hè? Want we willen dit afleiden, dit. En nu hebben we de preconditie afgezwakt. Ja, maar dat is prima, want als de preconditie afzwakken, dat betekent dat deze preconditie impliceert dus die afzwakking. Dus als we in plaats van dit bewijzen nemen als preconditie f kleiner of gelijk aan f-accent, l-accent kleiner of gelijk aan l. En als we dat kunnen bewijzen met behulp van de regel voor recursieve programma's, dan kunnen we ook dit bewijzen. Want deze preconditie impliceert die zwakkere. Ja. Vandaar dus dat het safe is in het algemeen dan, als je merkt dat het niet past, om dan in eerste instantie te kijken naar je preconditie of je die kunt afzwakken. Dus dat hebben we hier gedaan. Nu hebben we het afgezwakt. Nou, en dan lijkt het wel. Dat moeten we wel kunnen bewijzen. Hè? Want als nu f kleiner of gelijk aan f-accent, per definitie van deze operatie van het midden nemen, moet natuurlijk weer gelden dat f kleiner of gelijk aan f-accent. En ook, en sterker nog, dat je weet dat f-accent kleiner. Ik neem dus deze hele riedel mee als ongelijkheden. We weten nou dat f kleiner of gelijk aan f-accent, f-accent kleiner of gelijk aan l-accent, dat hebben we ook apart al meegenomen, en l-accent kleiner of gelijk aan l. Nou, het is eenvoudig te zien dat dit behouden blijft onder deze assignment en onder deze assignment. Daar gaan we zo meteen misschien nog wat verder op in, maar dat is eenvoudig in te zien. Nou, dan hebben we als postconditie, deze postconditie die we zelf wouden afleiden, daar hebben we niks aan gedaan. Nou, vanwege de structuur van het programma krijgen we dus eigenlijk automatisch al deze postconditie. Want deze dentak, die maakt die postconditie waar, want deze buitenste dentak, want deze dentak van deze binnenste if then else, die in beide gevallen maakt die postconditie waar. Maar er is nog een else skip, hè? Precies, ja. Dat is nog even, daar moet je oppassen. Nu, want het programma laat niet alles zien wat er is. Namelijk, er is een impliciete else. Namelijk, wat als f gelijk is aan l-accent? Dan moeten we dus ook, afgezien van dit, moeten we dus ook bewijzen dat als de preconditie geldt en f-accent is gelijk aan l-accent, dan moeten we dit. Maar ja, dat gaat niet op. Want hoe weten we nou, als we dit weten, hier weten we alleen iets over f en de relatie tussen f, f-accent, l-accent en l. En we weten dat a gesorteerd is. En tevens weten we dat f-accent gelijk is aan l-accent. Ja, dan krijg je, ja, dit krijg je er dan wel uit. Dit is geen probleem. Maar ja, waar haal je dit vandaan? Dat komt dan helemaal uit de lucht vallen. Dus dat puur afzwakken van die preconditie, dat gaat nog niet werken. Er moet nog die L-stak. Nogmaals, die dentak is makkelijk. Die krijg je triviaal vanwege de postconditie. En er is ook nog een L-skip aan de binnenkant, hè? Dus als AM gelijk is aan V. Ja. Maar in dat geval is de postconditie wel te doen. Ja. Precies, ja. Want f kleiner dan gelijk aan m kleiner dan gelijk aan l, dat klopt. Ja. En de
We hebben de rechterkant van de implicatie die geldt, want AM is gelijk aan V. Ja. Ja, dan is deze implicatie al automatisch waar. Daarom. Ja. Nee, dat is een goede inderdaad, die had ik even over het hoofd gezien. Je hebt hier inderdaad ook het geval dat je niet de recursie gaat en dat dus, en dat doe je dus alleen als AM gelijk is aan V. En dan moet je natuurlijk ook deze postconditie waarmaken. Nee, dat is een goed punt. Maar dat krijg je automatisch, want als AM gelijk is aan V, dan is deze implicatie triviaal waar. Een implicatie is alleen maar onwaar als dit waar is en dat onwaar. Dus, inderdaad, dat is ook het andere. Maar dat volgt dus heel simpel. Het echte probleem is, als je überhaupt, als je hier in die buitenste if then else de else-tak neemt en er direct uitgaat, ja, dan komt dit uit de lucht vallen. Dus nu is de vraag deze preconditie is dus te zwak. We hebben te weinig informatie. Dus hoe doen we dat? Nou kijk, dat V in A, F, L zit, dat is natuurlijk het hele gebied. Ja. Maar als jij in de recursie gaat, dan wordt dat gebied steeds kleiner. Ja. Daar hebben we nog niets over geschreven. En dat is dus eigenlijk de essentie. Hè? De essentie, dat is ook van hoe het programmaatje werkt. Aannemen dat het erin zit, even. En je hakt hem in het midden, dan weet je dus ofwel hij zit in het ene gedeelte of dat andere gedeelte. Hmm. Dus de intuïtieve implicatie is, als het ding in het geheel zit en je hakt hem in het midden vanwege het gesorteerd zijn, weet je, of hij zit wel in links of hij zit rechts. Hoe drukken we dat uit? Ja, dus wat jij net zegt, als hij erin zit, zit hij ofwel in het linker gedeelte ofwel in het rechter gedeelte. Ja. Ja. Kunnen we dat uitdrukken? Ja, precies. Nou, laten we eens even zien wat is. Hè? In principe deze informatie. Okay. Als V in het oorspronkelijke segment zit, dan zit V ook in dat kleinere segment. Dit geldt natuurlijk, hè, we gaan nu dus die preconditie uitbreiden met deze informatie. En dat kunnen we doen omdat in onze echte preconditie stelt dat F gelijk is aan F-accent en L is gelijk aan L-accent. Dus onze oorspronkelijke preconditie, hè, waar we uiteindelijk heen willen, dat is dit, impliceert die implicatie. Ja, want dan wordt de implicatie triviaal. Ja. Dan is het triviaal. Ja. Maar hoe kunnen we het, wat moeten we dan straks nog doen als we toevoegen dit? Precies, ja, dat moeten we nu gaan zien. Ja. Ja? Maar we weten in ieder geval dat die initiële helemaal geldt. Hè, gevolgd uit onze afhankelijke preconditie. Dus wat we doen is die additionele informatie toevoegen. Hè, en dat is dus intuïtief ook zo. Hè. Zoals ik al in het begin zei, als hij in het geheel zit, ik hak het in het midden, dan zit hij wel of links of rechts. En dat zeg je in principe hier. Alleen heb je hier nog niet echt specifieke informatie over dat midden, maar dat zullen we zo meteen zien dat dat er niet toe doet. Dus eerst hadden we de preconditie afgezwakt wat betreft de informatie, de relatie tussen F en F-accent, L-accent en L. Maar nu hebben we gezien dus dat we iets moeten toevoegen. En dat is dus deze implicatie. En nu willen we laten zien dat dit bewijzen, dus laten zien dat de body aan deze specificatie voldoet, en dan aannemende dat deze specificatie geldt voor de binnenste calls. Als we dat hebben afgeleid, nogmaals, onze oorspronkelijke implicatie impliceert dit. Het is nog steeds een zwakkere, want nogmaals, als F gelijk is aan F-accent, L-accent gelijk aan L, dan is dit triviaal. Maar nou moeten we in zekere zin laten zien dat dit eigenlijk een soort invariant is. Dat als we zometeen dus die bin search gaan expanderen, daar de body neerzet, dan moet, en we nemen aan dat dit aan het begin geldt,
Dan als je dan gaat redeneren, komt bij die zo'n binnenste aanroep, dan moet dit dus weer gelden. Nou, dat zien we nu zo gebeuren. Dus nu zetten we het klaar. Dit is dus de body en dit is onze gegeven preconditie en dit is wat we uiteindelijk willen afleiden. Dat heb ik even P en Q genoemd, want anders past het allemaal niet. Nou, laten we kijken. Hoe gaan we hier aan de slag? Oh ja, ik heb hier dus die expliciet ook gemaakt, die else. Maar ik heb blijkbaar geen skip statement neergezet. Die heb ik dus even weggelaten. Dus eigenlijk zou je hier een skip neer moeten zetten. Maar goed, dat is... Dus, nou, dit is onze postconditie. Als we kijken naar de regels voor het annoteren van een if en else, ja, dan komen we hieruit op... dan weten we, als hier de P geldt, en we weten dan ook dat M gelijk is aan F-accent plus het midden, hè, want dat hebben we hier, dat volgt uit deze assignment. En verder weten we dat F-accent is gelijk aan L-accent. Dat is gewoon de regel voor de if en else. Dus uiteindelijk moeten we dan laten zien dat dit Q impliceert. Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, lijkt mij, want we weten al dat als V hier in het midden zit, of in het oorspronkelijke stuk, dan zit hij in dat kleinere stuk. Ja, we weten bovendien ook dat F-accent, L-accent aan elkaar gelijk zijn, daardoor moet M daar ook aan gelijk zijn. Ja, en daarmee krijg je het dus. Ja. Ja, want stel maar... Hoe kun je nou dit afleiden? Laten we dat even precies gaan. Ja. Ze hebben weten, stel dat V in het oorspronkelijke stuk zit. Ja. Als het in het oorspronkelijke stuk zit, dan weten we dus ook, hè, dat volgt hieruit, hè, want dat zit in P, dat hij in dat kleinere stuk zit, bepaald door F-accent en L-accent. Ja. Maar F-accent is gelijk aan L-accent. Ja. En dan is dus het midden nemen, dat is weer F-accent en L-accent natuurlijk. Dus dan weten we ook dan dat AM... Dat is een segment van lengte 1, hè? Dus ja. Één cel. Ja. En dan als V in die ene cel zit, ja, dan moet V gelijk zijn aan A op positie M. Ja. Want dat is de definitie van V in dat segment. Ja, precies. Ja, ja, dan volgt het inderdaad hieruit natuurlijk. Ja. Dan volgt het hieruit, yes. Sorry, hieruit. ja. Want nu weten we dat, ja, dit is maar één element. Ja? Fx is gelijk aan L-accent en daarmee is F-accent niet alleen gelijk aan L-accent, maar ook gelijk aan AM. Ja. Dus dan krijg je dat triviaal. Dus deze implicatie, dat volgt. Dus dat hoeven we verder, die klopt, dat hoeven we verder niet meer zorgen over te maken. Nou ja, verder... passen we dan de andere regels voor het annoteren van een if then else toe. Dus die Q die moet dan ook hier gelden, na afloop van deze if then else. Nou, dus dan moet die ook gelden voor hier na afloop van de else-tak. Ja. Nou, en dan moet die dus ook gelden na afloop van deze else-tak. Wat was dat? Dat was het feit dat, we nemen, en wat geldt hier? Dan gaan we nou die P, verder weten we dat M gelijk is aan F-accent aan het midden, noemen we even kort het midden, maar we weten ook dus, want dit gold niet, dat gold niet, dat AM gelijk is aan V. Dus nu moeten we weer bewijzen dat Q geldt. Maar dat hebben we dus al laten zien, want dat is triviaal, want... het enige wat we additioneel moeten afleiden is deze implicatie. En dat hebben we al gezegd, die geldt natuurlijk triviaal als A gelijk is aan V. Dus daarmee hebben we dat gedaan. Nou, als we nu kijken naar de den-tak hier, dan moeten we daar moeten weer laten zien dat deze postconditie Q ook hier geldt.
Maar gelukkig, dat was precies de postconditie van onze aanname. Wat we mogen aannemen over deze binge-up. Deze binnenste aanroep. Maar dit mogen we alleen maar aannemen als die P hier geldt. Deze preconditie. Dat moest hetzelfde zijn. Het enige wat we weten over die binnenste aanroepen is deze pre- en postconditie. Dus dan moeten we wel laten zien dat die P inderdaad hier geldt. Na deze assignment van L accent en M. En als je weet dat M groter dan V is. Nou, dat heb ik verder niet helemaal uitgeschreven. Dat laten we even intuïtief. Maar waarom volgt dat nou? Nou, dat volgt om, we weten weer, wederom. Je loopt dat pad langs, je weet dat P hier geldt. Je weet dat M zeg maar op het midden staat. Je weet dat F-accent is ongelijk aan L-accent. En je weet dat AM groter dan V is. Nou, waarom blijft dit dan behouden? Nou, je weet dat vanwege gesorteerd zijn, dat als M inderdaad aan de rechterkant van V zit, dan kan je dus safe die rechterkant opschuiven met behoud van deze implicatie. Dat is eigenlijk het hele eiereneten van het algoritme. Nou, en idem dito geldt dat hier, alleen voor de andere kant. Nou, nogmaals, dat heb ik hier nou deze. In principe kun je dus dit helemaal formeel uitschrijven. Dit is gewoon de assignment axioma, de substitutie. En maar als je dat uitschrijft, dan is het een hele eenvoudige redenering. Die laat zien dat deze assertie deze impliceert. Maar dat is gewoon het idee van als die V rechts van het midden zit, ja, dan kan ik dat midden gewoon opschuiven met behoud van deze implicatie. Klopt het, Hans? Ja. Nou, en vervolgens kun je de proof outline verder uitschrijven. Dit is gewoon een triviale stap natuurlijk. Als P hier geldt, dan gaat maar hier in de afloop dat P geldt en M staat op het midden. Er zijn enkele cruciale stappen, zoals hier deze implicatie. En ook deze implicatie en deze implicaties. Maar uiteindelijk zien we in al die implicaties terugkomen basisdingen eigenlijk van dat algoritme. En dat is, als hij in het oorspronkelijke zit, in deel door het midden, dan zit hij ofwel hier ofwel daar. En dat wordt in principe dus eigenlijk de kern van het algoritme, wordt hierin vervat, in deze implicatie. Gebruik maken van het gesorteerd zijn. Dit is eigenlijk, deze hele implicatie geeft de kern van dat algoritme weer. Namelijk, als hij in het oorspronkelijke zit, dan zit hij ook in het nieuwe stuk. Dus dat is op zichzelf wel heel mooi, dat je dat op die zo'n simpele manier toch. Maar Er zit trouwens ook nog wel in de redenering, misschien wel goed op te merken, dat je weet dat je kunt jezelf afvragen waarom zit in de ene dentak M plus 1, maar in de andere dentak M en niet M plus 1. Maar dat heeft er dus mee te maken met dat je weet dat F accent ongelijk is aan L accent. Ja. En daaruit volgt dat M is, dus F accent is kleiner dan of gelijk aan M, maar altijd kleiner dan L accent. Ja. En daarom werkt het. Ja, dat is inderdaad nog even een subtiel dingetje wat je kunt. Het is een beetje asymmetrisch. Hè? Ja. Of je de linkerkant opschuift of wel de rechterkant opschuift. Maar het is goed om dat te realiseren, omdat precies zo is. Nou, dat is dus omdat die deling naar beneden afrolt. Ja. Stel de deling zou naar boven afrollen, dan moet je die omdraaien. Dan moet je dus aan de F-accent M toekennen en aan de L-accent M plus 1. Ja, dat is een goeie, dat is een mooie, ja. Zo zie je dus inderdaad ook dat dit een direct gevolg is van de wiskundige definitie van dit. Ja. Hè, van die diff-operatie. Ja.
Want inderdaad, je rondt, wat de hand zegt, je rondt naar beneden af en niet naar boven. En dan zal het precies andersom zijn. Ja, ja, dat is ook een mooie. Dus je ziet gewoon hoe die wiskundige definitie, dit soort instructies eigenlijk vanzelf afdwingt. En dat zie je dus ook mooi in dat bewijs terugkomen. In deze implicaties. Ja. Ja. Nou, ja, want je zou bijvoorbeeld kunnen stellen, hè, even kritisch. Stel, ik ga expres een fout in mijn programma aanbrengen. Ja. Kan ik dan ook ontdekken waar in het bewijs dan een implicatie niet meer geldt? Ja. Dus stel, ik zou van f-accent zou ik maken, f-accent wordt m in plaats van m plus 1. Ja. Nou, in de praktijk een makkelijk gemaakte fout. Ja. Makkelijk gemaakte fout. Nou, maar dan lukt die implicatie niet meer. Dan zou dat niet meer moeten gelden. Nee. Ja. Klopt. Oké. Ja, dit is het. Ja, als je een belangrijk soort moraal van het verhaal is, als je eenmaal de specificaties hebt, dan rolt het er wel uit. En je ziet dus hieraan dat de grootste moeilijkheid in veel gevallen is het vinden van niet alleen de juiste specificatie, ook maar de meest hanteerbare. Hè? Want je kunt bepaalde dingen op verschillende manieren zeggen. Heel simpel en heel ingewikkeld. En hoe ingewikkelder je het maakt, hoe lastiger natuurlijk het wordt om over te redeneren. Maar zo'n de manier waarop we zijn gekomen tot waarop we zijn gekomen tot dit, is toch ook wel weer deels, vloeit dat voort uit gewoon, ja, je probeert maar in eerste instantie en dan zie je vanzelf van, ja, waar het misgaat en dan probeer je ofwel, wat ik zei, eerst je preconditie af te zwakken en daarna zien we, oh ja, maar nou hebben we te weinig informatie en vervolgens gaan we je versterken. Maar wel op zo'n manier dat zowel afzwakken als en ook dat versterken, dat geïmpliceerd wordt door je afhankelijke preconditie. Dus dat is een beetje ermee mee spelen. Ja, wat ik ook wel mooi vind van deze specificatie is dat er niet wordt vastgelegd hoe dat segment verkleind wordt. Nee. Dus je kunt je voorstellen, dit is een binary search. Ja. Maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat er zoiets als een trinary search is. Die hakt de array op in plaats van twee delen, in drie delen. En kijkt dan vervolgens welk deel die verder moet gaan kijken. Zou je daar dan ook bijvoorbeeld dit kunnen bewijzen? Denk het wel, maar daar moet ik even over nadenken. Maar wat je zegt zou ik eerder nog herformuleren in van, je abstraheert van of M in het midden is of zo. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, ik ga het geheel al opsplitsen in een twee derde en een derde. Ja, 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 dus dat je M meer naar links of meer naar rechts. Ja, meer naar links of maar naar rechts. Ja. En dat zou je kunnen doen als je bijvoorbeeld iets weet over de getallen en dat het een heel groot getal is. Dan zou je bijvoorbeeld, nou ja, dan neem ik het beginstuk maar direct heel groot. Want de kans dat hij daar in het rechterstuk is groter. Hè? Je zou zeg maar een soort met kansrekening, als je weet. Maar ja, dit is allemaal even dat de vinger werkt. Maar inderdaad, belangrijk is dat je helemaal abstraheert van hoe je precies zoekt. Hè? Het is een binary search, dat slaat eigenlijk alleen maar op dat je het in tweeën hangt. Maar dat hoeft niet precies de helft te zijn natuurlijk. Hè? Die bin slaat op tweeën. Maar dat hoeft niet direct te impliceren twee gelijke stukken. En daar abstraheer je inderdaad in deze specificatie van. Dus het staat, wat Hans ook zegt, verschillende implementaties van dat in stukken hakken van die array. Ja, wat het enige wat we preserveren in zo'n recursieve call is de uitspraak, als hij in het oorspronkelijk segment zit, zit hij ook in het nieuwe verkleinde segment. Ja. En, ja, en dat is dus helemaal, dat is weer helemaal gebaseerd op het gesorteerd zijn van het array. Ja, oké, dus dat was op zich best wel een pittig ding waar je, wat ik al eerder zei, echt even rustig voor moet zitten om te komen tot een mooie en
precieze specificatie. Als het goed is zijn er meer opgaven beschikbaar op de website. We gaan daarom nu verder met een uitbreiding van onze taal. Want in de praktijk hebben we natuurlijk niet zo van die aanroepen zonder parameters. Want dan moet je dat allemaal coderen, opslaan in globale variabelen. Zoals ik nu deed. Die waar je naar zoekt, sla je gewoon op in een globale variabele. Nou ja, dat wordt natuurlijk een puinzooi wat je geheugen betreft. Dus daarom ondersteunen we natuurlijk alle talen procedures met parameters. En dat gaan we ook hier doen. We breiden onze taal uit met proceduredeclaraties van deze vorm. Dus naast dat je zegt van deze statement S is de body van deze procedure P, specificeer een rijtje van parameters, formele parameters. Dan doorgaans in talen als Java die getypeerd zijn, specificeerde ook de types erbij. Maar wij gaan ervan uit dat je gewoon aan een variabele ziet of het een integer is of een boolean. En eventueel een array zouden we ook gewoon als parameter door kunnen geven. En de formele parameters zijn variabelen zelf, hè? Dus ja. Ja, het zijn variabelen. Ja. Het kan een integer variabele zijn, het kan een boolean variabele zijn en het kan eventueel een array variabele zijn. Maar dus niet een algemene expressie. Die gebruik je in een concrete aanroep. Dus we breiden declaraties uit als volgt, maar een statement is nou een call toegepast, je past een procedure toe op een stel gegeven actuele parameters, dat heet dan actuele parameters, en die worden gegeven door expressies. En dat moet natuurlijk corresponderen. Je moet dingen hebben hier, overeenkomstig met het n-taal en parameters en de types moeten kloppen. Als dit een integer is, dan is dat een integer, et cetera. Nou, dat is simpel. En dat leidt ook direct tot simpeler programmaatjes. Als je bijvoorbeeld die factorial zag, zoals de vorige keer, daar hadden we de inputparameter opgeslagen in een globale variabele x. En die moesten we dan ook iedere keer aanpassen als we de recursie ingingen. Dat nemen we expliciet. Een assignment x wordt x min 1, als je dat nog herinnert. Maar dat wordt nu simpeler. Als we een parameter hebben, dan geven we gewoon waar die factorial op werkt, mee als parameter. En dan testen we op die parameter. Als u gelijk is, die parameter noemen we u, als u gelijk is aan 0, dan komt er 1 uit. En anders gaan we gewoon de recursie in met de nieuwe actuele parameter u min 1. En dan komen we eruit. Ja, we veronderstellen dus nog wel hier dat de output van de factorial hier opgeslagen zit in de globale variabele. En natuurlijk ook talen zoals Java, waarbij je expliciet de return-waarde kan geven. En dan zou je hier bijvoorbeeld schrijven, I wordt dit. En dan doe je I maal dat. En dan zeg je nog eens een keer, of je doet I wordt dat. En dan return I maal u. Maar we kijken hier alleen maar naar procedures met formele parameters met geen return type. Dus de return type is wat bijvoorbeeld in Java heet void. Maar dat is niet zo moeilijk om dat verder aan te passen. De complexiteit of de moeilijkheid zit hem in hoe we over die parameters redeneren. Want dat gaan we doen door middel van een nieuwe construct te introduceren. En daarbij moet ik wel vermelden dat we kijken naar een specifiek parametermechanisme. Namelijk dat van call by value. Dat is het meest voorkomende. Java ondersteunt dat. Volgens mij C en C++ ook. Maar er zijn andere parametermechanismen als call by name en call by reference.
ik ga nou niet precies uitleggen, want dan moet ik ook zelf weer even reconstrueren wat dat nou precies is en hoe Core Value zich onderscheidt van die andere. Maar het basisidee van Core Value is heel simpel. Je kent, als je een concrete call uitvoert, wat je dan eigenlijk doet, is je evalueert deze actuele parameters en de waarden van deze actuele parameters ken je aan de formele parameters toe. Dus eigenlijk wat je doet is, ja, je hebt een simultane assignment, dat is wel van belang. Het is niet een assignment van de een naar de andere, maar een simultane assignment. We moeten nog even bedenken waarom we dat niet in een bepaalde volgorde doen. Daar moet ik nog even over nadenken, maar dit is een notatie voor een simultane assignment. Dat betekent dus, je evalueert deze expressies in een bepaalde willekeurige volgorde. En dat kan omdat onze expressies hebben geen zij-effect. Dus daarom maakt de volgorde van de evaluatie niet uit. Dat is natuurlijk in vele praktijkgevallen, vele programmeertalen, niet het geval. Maar dat zijn allemaal kleine aanpassingen die we wel aankunnen. Dit is de kern. En als we dit aankunnen, dan kunnen we die kleine aanpassingen ook wel aan. Dus dit is een simultane assignment. Je evalueert al die actuele parameters, deze expressies, en die ken je dan in één klap toe aan deze formele parameters. En dan vervolgens executeer je die statement S. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Hè. Je kunt, dit heb ik nog niet uitgelegd, maar stel je voor, ja, je constateert je op dit, hè, en je modelleert zo'n call door dit programma. Met een assignment aan de formele parameters en dan de body. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Waarom niet? Nou, als je de recursie ingaat, dan zal een call in deze statement S, die zal deze formele parameters ook gebruiken. En dus overschrijven. En daarmee verlies je dus de waarde van de formele parameters van de buitenste call. Dus eenvoudig zo'n call als zo'n programma modelleren, dat kan niet. En dat weet je ook wel, want zo'n call, recursieve calls, die worden vaak gemodelleerd in taal als Java door middel van een call stack. En wat je doet is, als je zo'n call executeert, dan je hebt een stack en dan plaats je op die stack een nieuw frame, zoals dat heet. En die frame bevat een pointer naar de body van de procedure, hè, wat je moet uitvoeren, de code. Maar tevens geeft het de waarde van de lokale variabelen. Zodanig dat je geen clash hebt, hè, bij buiten calls daarbuiten, want die hebben een aparte plekje in de geheugen. Ja, dat zie je goed met het factorial programma. Ja. Als je nog een paar slides teruggaat. Ja, nou, ik ga een paar slides vooruit. Oké. Okay. Daar, als het goed is, daar heb ik het staan. Maar dan komen we zo. Okay. Even kijken hoor, heb ik dat staan? Nou, dan kom ik zo. Ja, dat staat. Ja. Sorry, ik moet terug. Ja, daar kom ik. Ja, goed punt, maar daar kom ik zo op terug. Maar. Op het taalniveau modelleren we die stack, zou je kunnen zeggen, of dat, zo'n frame door middel van een blokstatement. En een blokstatement, dat is ook een bekende construct in veel talen, waarmee je lokale variabelen kunt introduceren. En daar gebruiken we deze notatie voor. Dit geeft aan, we hebben hier een blok. En de blok bestaat uit de executie van S en de initialisatie van een stel lokale variabelen, U1 tot en met UN. En deze variabelen die zijn lokaal binnen deze blok, dus die bestaan alleen maar binnen deze blok. Zo'n lokale variabele kan ook hier buiten bestaan, maar dat is een andere dan hier. Dus als ik hier ergens zeg U wordt 0 en ik zeg hier U wordt 1, dan als ik deze blokstatement heb uitgevoerd, dan geldt nog steeds U is 0. Ja, want deze binnenste U, die wordt weer weggegooid. Zeg maar, dit is zo met klapblokje.
wat je gebruikt. Je creëert een klein kladblokje waar je deze lokale variabelen in neerzet en daar zit je op de kladden. Maar als je dan de blok uitgaat, dan gooi je het kladblokje weer weg. Of in ieder geval dat ene papiertje. En dan kom je weer op het andere papiertje wat er buiten zit. Ja, zoals zo'n, hoe noem je zo'n... zo'n ding. Flip-over. Als een flip-over, ja. Ja, het is een soort met flip-over. Ja, wat dat dus wil zeggen is dat als je een programma hebt met local, hè, van die blok-local constructies, en je komt een variabele tegen, dan weet je niet precies zeker als je een andere variabele voorkomen met dezelfde naam tegenkomt, of die naar dezelfde locatie verwijzen. Ja. Dus dat is altijd even de vraag. Zijn twee namen die voorkomen in het programma, verwijzen die wel naar dezelfde locatie? Ja. Ja. Ja, daar komen we zo meteen nog even verder op terug. Maar wat we nou, deze blokconstruct, nog even, waarom hebben we dat nou geïntroduceerd? Nou ja, omdat we zo'n call niet domweg als dit kunnen zien. En daartoe, maar we willen zo'n call toch als een statement executie reduceren tot een macro-expansie, zoals we dat bij recursieve procedures zonder parameters gedaan. Nou, we gewoon zeggen, als je P tegenkomt, ja, dan vervang je hem gewoon door de body. En dat willen we nu ook doen. En dat doen we nou door middel van deze blok-statement. Dus we breiden onze taal nu uit met een nieuwe statement, namelijk dat van een blokstatement. En dat doen we om dus zo'n call te kunnen modelleren door middel van macro-expansie of inlining. Nou, we gaan nu even kijken naar specifieke eigenschappen van deze blokstatement. Door middel van correctheidsformules, van waar zo'n blokstatement aan voldoet. Bijvoorbeeld, we hebben hier een blok. Statement, die introduceert hier een lokale variabele x, die wordt geïnitialiseerd. We eisen dus wel in onze taal dat lokale variabele altijd geïnitialiseerd wordt. Dat is altijd natuurlijk een dingetje bij verschillende programmeertalen. Sommige programmeertalen staan ook toe dat ze niet geïnitialiseerd worden. Ja, dan weet jij als programmeur in principe niet wat er dan allemaal gebeurt. En dat kan aanleiding geven tot onverwachte gedragingen. En dat willen wij vermijden. We hebben gewoon expliciet dwingen een expliciete initialisatie af. Nou, als x gelijk is hier aan z. En een z gebruiken we hier als een soort freeze variabele. Ja, wat weten we dan na afloop? Nou, dat hier natuurlijk ook weer geldt x gelijk aan z. En dit drukt dus uit dat deze x buiten de blok, hè, de waarde van x aan het begin van de executie van de blok, is dus dezelfde als aan het eind. Dat maakt niet uit wat er hier binnen gebeurt, ook niet of je daar een nieuwe lokale variabele x introduceert, want binnen deze context heb je geen toegang tot deze x. Want je introduceert zeg maar een nieuwe variabele x en daar werk je op. En als je die blokstatement hebt uitgevoerd, ja, dan bestaat deze niet meer. En dan kom je terug, zeg maar, één niveau hoger. Ja, je zou het ook kunnen zien, een soort van operationeel. Aan het begin van de blok pushen we de oude waarde van x op een stack. Ja. En dan werken we met de waarde van x in het geheugen. En na s is getermineerd, poppen we weer de waarde van x en herstellen we hem. Precies. En op die manier krijg je natuurlijk dat hij dan de oude waarde weer heeft. Ja, precies. Ja. Dat kan je inderdaad begrijpen door middel van ook weer van zo'n stack. Dat je een stack van lokale omgevingen hebt. Iedere keer als je zo'n blok tegenkomt, dan push je een nieuwe lokale omgeving voor die lokale variabele die daar geïntroduceerd wordt. En dan werk je daarop zolang je binnen dat blok zit. En als je er klaar bent, dan gooi je dat eruit. En dan keer je terug naar het niveau dieper in de stack. Ja, dit is ook een interessante. Even kijken. Ja, dit geeft iets aan van. In het algemeen initialiseren we dus een variabele door een expressie. En nou is natuurlijk wel even de vraag: als x nou in deze rechterkant voorkomt, waar staat die x dan voor?
Nou, Rood zei, wij dwingen af dat de lokale variabelen geïnitialiseerd worden. Nou, als die x hier bij deze initialisatie ook weer zou staan voor die lokale variabelen, ja, dan heb je een probleem. Want je wilt die waarde van x juist initialiseren. Ja. En dan ja, heb je dus een probleem als je die x hier interpreteert als die lokale. Dus dat doen we niet. Een x hier refereert naar die, zeg maar, een omgeving er net buiten. En dat past natuurlijk ook in het modelleren van recursie. Want bij de factorial zag je dat je zo'n inner call hebt van factorial u min 1. Dan correspondeert dat met het initialiseren van die formele parameter van u wordt u min 1. Maar dus die u in u min 1 is dan de formele parameter van de buitenste call. Dus we interpreteren voorkomers van x hier in zo'n initialisatie als refererend naar de buiten. Met andere woorden, als we dan weten dat x gelijk is aan z, wat geldt dan na afloop hier, dan weten we dus, dan kennen we aan x de waarde van z plus 1 toe. Nou, als we dan een skip zouden doen, ja, dan zou er niks veranderen. Want die verandering binnen, die wordt er weer ongedaan. Maar als we er dan die veranderingen doorgeven aan de globale variabele i, nou, dan weten we dus dat i gelijk is aan z plus 1. Oftewel, i is x plus 1, maar dan weten we tevens dus dat x niet veranderd is. Dus dat is belangrijk op te merken, dat die x in zo'n expressie, die een lokale variabele initialiseert, dat die verwijzen naar de variabelen net onder de steek, de buitenste omgeving. Nou, dit was waar Hans net op doelde. Van, laten we nou eens kijken van hoe dat uitpakt. Als we nou die factorial letterlijk uitpakken. Hè. We doen een call van deze vorm, waarbij dit de actuele parameter is. Nou, hoe gaat dat dan werken? Nou, dan moeten we hem dus uitpakken en dan vervangen we hem door een blokstatement. Hoe ziet die blokstatement eruit? Nou, we kennen aan de formele parameter die actuele parameter toe. Nou, en dan krijgen we dus de body. Maar stel nou dat we evalueren dus. Want we doen die expansie terwijl we het programma uitvoeren. Dus stel nou dat u, dat wil zeggen x, de oorspronkelijke waarde van x, of de oorspronkelijke waarde van actuele parameter x, dat die ongelijk is aan 0, dan gaan we dus die L-stak in. Maar die L-stak bestond uit de factorial van u min 1. Dus dan moeten we die call moeten we weer uitpakken. Dus dat wordt weer een blokstatement. Maar welke blokstatement wordt dat nu? Nou, nu kennen we aan u min 1 toe. En hier zie je dus dat verschijnsel. Hè? Deze u nou refereert naar het ding daarbuiten. Ja. Dus dan vouwen we dat uit. Nou, en zo gaat dat maar verder. Hè? Dus de L-stak, stel dan dat u nog steeds niet nul is. Dus nou refereert deze u naar u min 1. Dus eigenlijk van de oorspronkelijke waarde van x bekeken naar x min 1. Nou, als dat weer ongelijk aan 0 is, nou ja, dan herhaalt zich dat. En zo gaat dat door. En dan krijg je, ik ga dat nog niet helemaal tot op een bepaalde diepte uitvouwen, maar dat lijkt me puntje zien. Dan kun je dat helemaal zo uitschrijven. En dan krijg je dus allemaal van die geneste blokstatements. En dan, zo werkt dat. Ik denk niet dat ik daar nou meer over... Het is misschien wel... misschien voor werkcolleges, want ik laat het nu voor... ik zeg niks over die waarde van x. Maar het zou misschien het beste zijn om het zelf eens... dat uitpakken van zo'n call... uit te werken voor een concrete waarde van x. En bijvoorbeeld, je neemt de factorial van 2. En dan zien hoe dat eruit ziet. Dan hebben we nog een ander ding. Namelijk scoping issue.
Laten we eens even zien. Ik heb hier een heel eenvoudig programmaatje. Dus een programma bestaat net als voorheen uit een verzameling van declaraties, proceduredeclaraties en een main statement. Nou, stel dat ik deze twee, dat mijn declaraties, deze twee declaraties van procedure P en Q bevat. Q heeft geen parameter en P heeft een parameter X. Ja, en I is een globale variabele. Ja, wat betekent dat nou? Deze X, als ik deze Q uitvoer, wat betekent deze X dan? Dus als ik bijvoorbeeld P1 uitvoer, is deze X, als ik macro-expansie doe, ja, ik vervang Q door I wordt X, dan zou je dus kunnen denken van ja, die X nou is nou op, valt in de scope van deze formele parameter. Dus dan zou ik kunnen zeggen, deze X is die X. Dus als ik bijvoorbeeld P1 meegeef, dan zou je kunnen denken, I wordt 1 na afloop. Ja, andere alternatief kan je zeggen, die X bij Q is een globale X. Ja, precies. En niet een lokale X zoals bij P gedetailleerd wordt. En dat is de aanname die we doen. En die aanname, dat heet wel static scoping, dat deze X is een globale variabele, want die wordt hier, die komt hier in Q voor, maar die wordt niet hier direct gebonden, statisch gebonden door een formele parameter. Die wordt eigenlijk alleen maar gebonden, daarom heet het dynamic scoping, als ik een call naar P doe. Dan valt hij opeens in de scope van deze declaratie, van deze formele parameter. Dus wat wij aannemen, dat als we dit programma uitvoeren, P op 1, dat de waarde van X, wat gaan we doen? We gaan dus, X krijgt de waarde, de formele parameter krijgt de waarde 1, maar X, de globale X is 0. Is 0. En die blijft dus gewoon 0. Ja. Dus de verandert. Even kijken. Ja, er verandert niks. Eigenlijk heeft dus deze actuele parameter totaal geen effect op de executie van dit programmaatje. Want het effect wordt alleen maar bepaald door de waarde van die globale variabele. En niet door de waarde van de formele parameter. Ja, dus static scoping zorgt er ook voor dat als je andere namen voor lokale variabelen kiest, en natuurlijk de daarbij behorende gebruiken van die lokale variabelen, als je die hernoemt, dat het programma dezelfde betekenis blijft houden. Ja. Dat is de vraag, hè? What's in the name? Je wilt eigenlijk niet, en dat zie je ook in logica, als ik zeg, er is een I zodanig dat PI geldt, ja, dat is hetzelfde als te zeggen, er is een Z zodanig dat PZ geldt. Wat voor namen je geeft aan gebonden variabelen, dat maakt niet uit. Ja, als je systematisch je formule, de variabelen in een formule herbenoemt. En zo ook hier inderdaad, deze definitie zou hetzelfde moeten opleveren als dat ik x vervang door y hier. En in de body ook x door y. Maar alleen in de body, natuurlijk niet hier nog weer. En dat komt dus ook overeen, dat is misschien wel aardig om op te noemen. We hebben ook dat bekeken in een van de eerste colleges. Als je zijn ze van substitutie. Hè? Als ik in een formule x door een expressie vervang, x door t, dan moet ik ervoor zorgen dat waar ik x door t vervang, dat de variabele in t niet opeens in de scope van een gebonden variabele voorkomen. Maar dat is hier precies ook hetzelfde. We willen niet dat die q... Als je de macro-expansie doet, dat is hetzelfde als die substitutie, wil je niet dat die x, zoals je bij q hoort, opeens gebonden wordt door de formele parameter van p. Precies. Ja.
Maar dat is wel een keuze die we dus maken, hè? Dat heet static scoping. Ja. Want je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen en dan heb je dynamic scoping. Ja, dan heb je een hele, in principe een ander bewijssysteem. Ja. Maar we nemen dit aan omdat dit de meest gangbare methode is. Dus ik weet, zijn de meeste talen ondersteunen static scoping en geen dynamic scoping. Of weet jij van? Ja, ik weet dat bijvoorbeeld de C preprocessor, die werkt met macro-expansie en ook met dynamic scoping. Ja. En er zijn talen zoals Lisp en Scheme wel dynamic scoping ondersteunen. Ja, meer functionele, sommige functionele talen inderdaad. Ja. 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 Nee, maar bijvoorbeeld een taal zoals Java heeft static scoping. Gewoon static scoping. Ja. Ja. Ja, precies. Dus dat is... wel een, dit heb ik dus al uitgelegd, hè, P1. En waarom hebben wij static scoping? Omdat het volgt eigenlijk ook uit de blokconstruct. P1 expandeert naar deze blokstatement. Dus we zetten die lokale x, die zetten we op 1. En dan zetten we y dus op 1. Dus we hebben dus dit. Ja, dus dat is de keuze. Het onderste is dynamic scoping, de bovenste is static scoping. Ja, begin je in de waar. Ja, hoe los je dat op? Door de variabelen te kiezen in formele parameters, de globale variabelen en de formele parameters te scheiden. Ja. Dat is de uiteindelijke oplossing. Ja, dus dat je deze ambiguïteit van welke scoping gebruik je. Ja, nou, nee, dankjewel. Ja, ik zat op een verkeerspoor. Ik zei dat die blokconstruct op zich static scoping afdong, maar dat is natuurlijk niet waar, inderdaad. Want als je P1 expandeert naar dit, dan krijg je eigenlijk dus dynamic scoping. Ja. Ja. Hoe kunnen we dat oplossen? Want we willen wel zo'n concrete call expanderen naar dit. Is eigenlijk statisch afdwingen, als je een programma schrijft, dat je geen clashes hebt tussen globale variabelen en lokale variabelen. Dus dat kun je altijd voorkomen door de formele parameters te herbenoemen. Ja. Dus we nemen gewoon een globaal... En dit is precies dezelfde conditie die we ook hebben in logica. Hè? Ja. Dat we ook als je zo'n substitutie doet... Oh, wacht, voordat ik een substitutie doe ik een hernoeming van mijn formule. Ja. En zo kunnen wij dat ook zien. Oh, ik heb een aanroep naar een andere procedure. Die heeft een globale variabele die dezelfde naam heeft als mijn parameters. Oh, dan mag ik dat niet doen. Dan doe ik eerst een hernoeming. Dan ga ik mijn formele declaraties. Declaraties hernoemen voordat ik dat toesta. Ja. 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 En herbenoemen is echt heel simpel. Dus als ik in het algemeen heb een formele parameter en hier body, dan kan ik deze formele parameter, zeg maar x, die kan ik ook y noemen. En dan vervang ik in de body gewoon elk voorkomen van x door y. Maar niet vervolgens nog weer in Q zelf natuurlijk. He, bijvoorbeeld in dit geval, als ik een recursieve aanroep heb, dan ga ik niet die recursieve aanroep, de definitie van die procedures daarbinnen nog een keer herbenoemen. Het is gewoon een top-level herbenoeming, zo gezegd. Ja. Maar dat zijn wel subtiele dingen waar je mee moet oppassen. En je ziet dus dat static of dynamic scoping... dat je invloed heeft natuurlijk op het gedrag van een recursief programma. Dus dit is de globale syntactische restrictie. Geen clashes tussen formele parameters en globale parameters. En dat kunnen we eenvoudig afdwingen. Zoals Hans net beschreef. Nou, nu hebben we... Nu willen we kijken hoe we redeneren over recursieve aanroepen met parameters. Maar we hebben al gezegd van zo'n call willen we zien als een macro-expansie. En dat brengt dus met zich mee zo'n blokstatement. Dus als we nou gewoon even kijken, we nemen even geen recursie mee. We nemen bijvoorbeeld even aan dat de body van P een niet-recursief programma is. Dan kom je eigenlijk vanzelf tot deze regel. Als ik iets, deze pre-postconditie wil afleiden over deze concrete call, dan moet ik dat gewoon afleiden over deze blokstatement. That's it.
Natuurlijk gaat dit niet werken in het algemene geval van recursie. Maar dat is weer hetzelfde verhaal. Dan kunnen we gewoon dit bewijzen onder de aanname dat dit geldt. Maar daar komen we zo meteen op. We willen eerst gewoon zien hoe we nou over zo'n call redeneren in termen van die blokstatement. Maar ja, dan hebben we dus ook een regel nodig voor het redeneren over zo'n blokstatement. Hoe ziet die regel eruit? Nou, op zich heel simpel. We hebben zo'n blokstatement. En eigenlijk wat die blokstatement natuurlijk doet, is deze simultane assignment gevolgd door de body. Dus eigenlijk moet je dit bewijzen. Alleen, ja, als je dat zo zou doen, ja, dan, dan overschrijf je mogelijkerwijs die... Maak je geen onderscheid tussen de verschillende niveaus waarin die variabele, deze lokale variabele. Eigenlijk heb je dus hier eigenlijk helemaal geen, gooi je eigenlijk weg de informatie dat die x lokaal is. Dus zo zonder meer is dat fout. Kun je daarmee gewoon dingen afleiden die niet correct zijn. Dat is misschien wel een aardig ding voor het werkcollege om te laten zien. Dat als je deze regel zo zou overnemen, zonder enige restricties, dat het niet sound is. Maar we hebben nog een conditie, namelijk de conditie is dat deze postconditie mag niet refereren naar deze lokale variabele. Nou, dat is eigenlijk... De reden is eigenlijk best wel subtiel, maar die Q, of je interpreteert hem na de end... Of je interpreteert hem voor een end. En wat doet dat van die operationele betekenis? Het is ofwel die Q is de assertie voor het herstellen van de oude waarde. Of na het herstellen van de oude waarde van die lokale variabele. Ja. En dan zie je dus dat als je hem ervoor doet. En je beschrijft iets over x. Dat is dan een andere x dan als je het erna doet. Ja. Ja, het is subtiel inderdaad. Hoe te rechtvaardigen. Want nogmaals, het idee is van... Als je dit zo zonder meer neemt, zonder enige, dan is het evident, dat kun je met een tegenvoorbeeld laten zien, dan klopt het niet. Dus dan is de vraag, ja, hoe pas je dat aan? Dus hoe modelleer je het feit dat die dingen lokaal zijn? Nou, dat doe je hier eigenlijk in zekere zin heel bot, door gewoon te stellen van ja, veranderingen die door S bewerkstelligd worden op die lokale variabelen, daar mag je helemaal niet over praten. Ja, logisch, dus je gooit het toch weg. Ja, die gooi je weg. Maar ja, daarmee heb je dus ook geen manier, geen directe manier, om te praten over de variabele x die buiten die blokstatement staan. Dus het lijkt een beetje, het lijkt nogal bot. Het werkt natuurlijk, hè, want je hebt nou niet een... Dit is correct, maar de vraag is het niet een beetje te bot? Want je mag überhaupt niet meer over x praten, dus ook niet over die buitenste x. En wat als nou zo'n waarde van een lokale variabele uitlekt, om het maar zo te noemen, naar een globale variabele? Hoe beschrijf je dat dan in de postconditie? Want je hebt geen toegang meer tot die lokale variabele. Nee. Want daar mag je niet over spreken volgens deze zijconditie. Ja. Dus dat zijn inderdaad... het niet zo moeilijk in te zien dat dit inderdaad leidt tot een correcte regel. Maar het is niet zo evident dat dit niet een beetje al te strikt is. Dat je geen mogelijkheden hebt om te redeneren over de verschillende niveaus van de lokale variabelen. Dan merk je op, je praat niet meer over een stack of wat dan ook. Hè. Het is wel een vrij abstracte regel. Ja. Oké. Okay. Dat wil ik graag geloven, dat willen we allemaal wel zien. Ik moet even zien waar deze observatie toe leidt. Ja, dat is een voorbeeld van zonder restrictie. Ik zei van, je kunt wel iets verzinnen, maar laat maar even kijken. Bijvoorbeeld, dit is evident natuurlijk het geval. Maar als je dan zonder deze restrictie niet zou meenemen, dan zou je ook dit kunnen afleiden. Nou ja, dat is natuurlijk niet waar. Want dat zou veronderstellen dat na afloop van deze blokstatement deze globale x of de x daarbuiten ook op nul zou zijn. Dat geldt dus niet.
Dit is de recursieregel. Even kijken. Ik denk dat het beste is dat we, want het is nogal een. Even kijken, ik zit de verkeerde knop in te doen. Het beste is om dit even niet direct uit te leggen, maar eerst aan de hand van een voorbeeld. En dan gaan we later dat voorbeeld formaliseren naar die regel. Want die regel die bevat, zoals je ziet, direct een programma met meerdere declaraties. Terwijl we voor de eenvoud over het algemeen kijken naar programma's met maar één declaratie. Om dat gewoon even wat simpel te houden. Hoe kunnen we, laten we bijvoorbeeld een programma hebben met een simpel addition procedure. En die telt de waarde x bij een variabele sum op. En sum is dus een globale variabele. Nou, hoe kunnen we dan bijvoorbeeld hoe kunnen we dit afleiden? Dat als sum, de initiële waarde van sum is gelijk aan z, dan willen we bijvoorbeeld uitdrukken dat de afloop sum met 1 opgehoogd is. Dus hoe kunnen we dat afleiden? Nou, daartoe moeten we het is gewoon met dus, de blokregel gebruiken. Het is een concrete call, dus die gaan we expanderen. De betekenis van deze call, dat is deze lokale statement. Dus dan moeten we afleiden dat als deze preconditie geldt, dat na afloop van de blokstatement sum gelijk is aan z plus 1. Nou, hoe doen we dat? Ik weet niet of we dat laten zien. Nee, dat laten we niet zien. Oké. Okay. Nou, dat is dan een, iets wat we kunnen doen tijdens het werkcollege. Hoe we dat doen. Dus even kijken, maar dat gaat geen problemen opleveren. Want, eens even zien wat je dan zou moeten doen. Er is dus, volgens die blokregel, moet je dan bewijzen dat deze pre- en postconditie specificatie geldt over deze twee assignments. Maar we hebben geen probleem met die restrictie, want deze postconditie refereert helemaal niet naar die x. Dus dat gaat heel makkelijk. Dat wordt helemaal standaard. Dus de blokregel zegt, om deze pre-postconditie af te leiden, moet je dit afleiden. En dat, nogmaals, dat geeft geen problemen, omdat de postconditie niet refereert naar die x. En dan is het gewoon simpel toepassen van sequentiële compositie in de assignment axiomen. Even kijken. Misschien is het beter nu om tot slot van deze sessie dit te illustreren. Hoe het bewijs nou van die factorial gaat, maar nu gemodelleerd als een recursief programma met parameters. Ja, dat lijkt me beter en dan kunnen we later op die andere dingen terugkomen. Dus wat we nu willen laten zien, is dat de factorial, nou eigenlijk willen we gewoon dit laten zien, dat als we dit als aanname nemen over de factorial met als actuele parameter de formele parameter zelf. Oh nee, sorry, nee, dan moet ik nou toch terug, want dit maakt gebruik van... substitutie? Ja, van de generic recursion regel. Misschien moeten we even snijden nou. Ja. Ja. Nou ja, of we stoppen nu en we gaan... Ja, stoppen de bedoeling. Ja, oké. Ja, moet je dan maar even...